Gezondheidsminister Amar Amadin heeft de actievoerende ziekenhuisbonden gevraagd om hun leden te vragen af te zien van de acties die nu gevoerd worden. Deze informatie deelde de bewindsman in een gesprek met de redactie. De bonden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Sint-Vincentius Ziekenhuis, het Mungra Medisch Centrum, de regionale gezondheidsdienst en het psychiatrisch centrum Suriname zijn sinds vorige week in beraad. De bewindsman wacht nu op het besluit van de bonden nadat zij met hun leden hebben gesproken. En we hebben dus een gesprek gehad vanmorgen waarbij ik in de zeker met drietal directieleden van ziekenhuizen, van drie ziekenhuizen, de ruimte geboden heb aan de vakbonden om hun hun vragen, onduidelijkheden te stellen, maar ook richting rust te hebben, terug te hebben in de zorg. Dus er zijn inderdaad wat vragen gesteld, welke zaken dus te maken hebben met die toelagen. En we hebben daar ook antwoord op gegeven. Een en ander is ook op papier vastgelegd, waarbij vanuit de vakbonden aangegeven is dat ze morgenochtend deze rapportage doen aan de leden om daarna ons te informeren wat het besluit is van de leden naar aanleiding van die informatie die we hebben gegeven. Ramadin geeft aan dat hij ondersteuning van de ziekenhuisdirectie heeft gekregen. Er zijn veel vragen beantwoord en de onduidelijkheden waarover er ruis was zijn verduidelijkt in de vergadering van vandaag. Ik snap dat in zo'n overleg ze aangeven dat zij niet het besluit nemen. En daar hou je natuurlijk als overheid wel rekening mee. Maar aan de andere kant hebben wij ook een verantwoordelijkheid naar die samenleving toe om de rust in de ziekenhuizen te garanderen. En de continuïteit van diensten te blijven bieden. Vooralsnog heb ik nog niet de feedback gehad van de ziekenhuizen hoe het is gegaan vandaag. Het gaat in deze om... vijf instellingen en een aantal andere instellingen doen niet mee aan de actie, omdat zij in principe genoeg en omstandig geïnformeerd zijn. Maar je moet rekening houden met iedereen. Dus we hebben de nodige onduidelijkheden die er waren getracht in een heel lang gesprek te belichten. Volgens Ramadin was de situatie niet van die aard om tot het uiterste te gaan middels een staking. Hij merkt op dat ook de ziekenhuisdirecties hebben aangegeven dat door middel van dialoog uit de huidige situatie kan worden gekomen.